Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Mijn naam is Suzanne en het is alweer tijd voor een nieuw deel van Vegan in de supermarkt. September is echt de maand waarin de meeste nieuwe producten verschijnen, in ieder geval op vegan gebied. En dat was volgens mij vorig jaar ook zo. Het is momenteel echt niet normaal hoeveel producten er verschijnen. Het is echt fantastisch. En ik heb de meest opvallende, want het is niet te doen om ze allemaal te kopen. Maar ik heb de meest opvallende, vind ik, gekocht. En ik heb er ook één gekregen die heel bijzonder is. En die ga ik je vandaag laten zien. Het is ook een beetje te veel om het allemaal in één keer op te eten. Want het is, terwijl ik het opneem, al bijna avond. Dus ik ga dat verspreiden over vanavond en morgen. Dus verschillende momenten ga ik dingen testen. Maar ik ga het je alvast wel nu al laten zien. Laat ik beginnen met het product wat ik zo meteen als eerste ga eten. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Vegan groente lasagne van Albert Heijn, het huismerk. Ik denk echt wel dat het lekker is. Het is wel prijzig, €4,99. Maar het is een flink stuk lasagne. Het is 450 gram. Ik ben echt heel benieuwd hiernaar. Ik heb hier ook echt trek in, dus die ga ik zo meteen als eerste maken. Op de bakkerijafdeling zag ik een hele tafel vol met allemaal soorten ontbijtkoek van de bakkerij. Maar die waren ook allemaal in de aanbieding. En ik had ze nog niet eerder gezien, dus misschien is het niet nieuw, misschien is het er al langer. Maar het viel me op en het leek mij erg lekker, vooral deze. Notenkoek met noten, dus een soort ontbijtkoek met noten. Ze zijn allemaal vegan, ik heb ze allemaal even omgedraaid en bekeken. En ze zijn allemaal vegan en ook wel betaalbaar. Ik heb het nog niet geproefd, maar het ziet er wel lekker vers uit. €1,50. En nog meer op de bakkerijafdeling van Albert Heijn. Misschien ken je het al, zo niet ga ik het toch nog even benoemen. Het kaneelbroodje van Albert Heijn. Ik kan eigenlijk wel zeggen het epic kaneelbroodje van Albert Heijn. Super lekker en maar 61 cent. Ik word hier niet voor gesponsord, maar het is gewoon puur enthousiasme. Ik koop hem zelf ook regelmatig. Die vind je dus bij de bakkerijafdeling van Albert Heijn. Ik zal hem hier in beeld laten verschijnen. Super lekker en helemaal vegan. En nu is er nog een optie bijgekomen, twee zelfs. Iemand had dit, volgens mij is het ontstaan in de Facebookgroep Vegan Nederland op Facebook. Had iemand dat van de week gewoon even geplaatst van, wisten jullie dat deze donuts vegan zijn? Ik wist het in ieder geval niet. Ik ben ook massaal getipt daarna. De speculoos donuts en de zogenaamde zebra donuts zijn dus gewoon hartstikke vegan. Je zou het echt niet verwachten. Gek genoeg zijn de andere smaakjes en de plain donuts dan weer niet vegan. Heel apart, maar oké. Het is helemaal gecheckt bij Albert Heijn. Ik heb het zelf ook gecheckt. En het is dus echt helemaal vegan. Want sommige E-nummers zoals E472 en E471 bijvoorbeeld, die kunnen van dierlijke afkomst zijn. Al heb ik dat persoonlijk in 3,5 jaar dat ik vegan ben en het heb gecheckt, nog nooit gehoord. Het is dierlijk. Het is altijd plantaardig. Maar toch. Het is twee stuks voor €1,50, wat het ook nog eens super betaalbaar maakt. Als je een feestje hebt of je wil lekker iets lekkers bij de koffie, is dat natuurlijk een hele leuke optie. Ik ga ze vanavond proberen bij de thee, dus dat zie je dan later. Dus nu al trek in gewoon. Het is zo afzien om vegan te zijn in 2020. Echt, het is gewoon niet te doen. Ik krijg echt de beste tips door via Instagram. Ik ontdek zelf ook wel veel, maar op Instagram krijg ik soms echt gouden tips zoals deze. Dit is dus vanaf vandaag volgens mij te koop bij Albert Heijn. Corn pepperoni. En corn had al vegan ham en vegan kipfilet, zeg maar. En nu is daar dus pepperoni bij gekomen. En ik wil deze morgen gaan proberen op een pizza. Dus dat wordt vervolgd. Ik heb er €2,35 voor betaald, dus het is natuurlijk wel weer... Ja, best wel prijzig, maar als dit lekker is, is dit wel een hele welkome toevoeging. Want je ziet ook op de verpakking dat het op de pizza kan. En ik heb nog zelfgemaakte vegan mozzarella in de koelkast liggen. Dus dat wordt een fantastische combinatie, heb ik zo'n gevoel. Dat ga ik later maken, ik ben benieuwd. En dan, hier werd ik ook over getipt op Instagram. Want ik kom zelf niet zoveel bij de Plus, omdat dat niet echt in mijn wijk is. Dus ik ben hiervoor eerst vanmorgen naar de ene Plus gegaan, die had het niet. En toen naar de andere Plus, die had het gelukkig wel. Dit is ook iets wat je niet echt heel veel tegenkomt. Vegan worstjes. Het is een beetje verwarrend, want er staat bovenaan vegetarisch. En dan staat hier weer vegan. En dan staat hier weer plantaardig. Dus make up your mind. Maar gelukkig is het plantaardig en vegan. En ook vegetarisch, maar ja... Maar oké, okay. Dus vegan worstje, veganistisch worstje op basis van soja-eiwit met toegevoegd ijzer en vitamine B12. En ik heb het dus net gekocht en ja, het ziet er niet zo smakelijk uit, want in mijn tas onderweg is het helemaal gaan bewegen. En ja, ze zien er niet heel stevig uit. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik heb dit trouwens voor de Rotterdammers onder ons gekocht bij Plus Peter de Jong aan het Stadhoudersplein, dus bij Blijdorp. Ik was eerst gegaan naar de Plus in Ommoord, Binnenhof, maar helaas... En Plus heeft trouwens nog meer producten die nieuw zijn van het huismerk.
Maar ik heb toch echt gekozen voor de worstjes, want die vond ik het meest vernieuwend. En ik heb ervoor betaald €2,99. Nou, ik vind het wel redelijk, want je krijgt 2, 4, 6, 8 worstjes. Ik weet natuurlijk nog niet hoe ze smaken, maar ja, ik vind het een welkome afwisseling. Want worstjes zijn meestal met eiwit of eigeel of whatever, melk. Dingen die helemaal niet hoeven blijkbaar. Je ziet het. Het kan dus ook plantaardig. En dan de laatste. Die heb ik niet zelf gekocht, maar die heb ik gekregen. En daar ben ik super blij mee. Want ja, Ben & Jerry's, die heeft een nieuwe smaak. Twee nieuwe smaken, maar ik ga er maar één noemen. Want die andere is namelijk niet vegan. Twee nieuwe smaken. En één ga ik natuurlijk noemen die vegan is. Deze kreeg ik gisteren bezorgd. Dit is Netflix en Chilled. En die is vanaf aanstaande maandag verkrijgbaar bij Albert Heijn. Dit wordt mijn toetje vanavond. Nu al trek in. Oké, nou, ik ga nu eventjes de maaltijd verwarmen in de magnetron. Wij hebben zelf geen magnetron tijdelijk. Maar ik ga hier in de buurt kan ik eventjes de maaltijd opwarmen. Dus dat ga ik nu doen. 7 minuten, best lang. Ja, oké, tot zo. Ik heb hem opgewarmd. Het ziet er goed uit en het ruikt ook echt heel erg lekker. Maar ja, ik doe gewoon altijd een beetje parmezaanse baas over mijn pasta. Dat is zelfgemaakte vegan parmezaanse kaas. Ik ga het eerst even proeven zonder, maar waarschijnlijk ga ik hier wel wat overheen doen. Trouwens geen gehakt in, wat ik wel jammer vind. Maar ik mag nog niet oordelen eigenlijk voordat ik een hap heb genomen. Er zit geen deegblader. Nee, oh, dat is inderdaad wel jammer. Er zit geen, of toch wel. Oh, nee, niet. Jammer. Dit is zo'n gezonde lasagne, zeg maar. Met niet deegbladeren, maar met plakken courgette. En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Maar is wel weer zo'n voorbeeld waarvan ik denk, wij willen ook gewoon lasagne. Zoals gewoon lasagne als vleeseters. Dat vind ik wel een beetje een minpuntje nu al. Er zit geen gehakt in en geen lasagnebladen. Dan denk ik mis wel toch mijn lasagnebladen, denk ik. Jammer. Het is heel heet. Ik mag goed blazen. Ik ben er niet helemaal super enthousiast over, want ja, ik mis gewoon mijn lasagnebladen zo ertussendoor. Het is eigenlijk gewoon nu een soort groenteprut. Een soort ratatouille eigenlijk. Het is niet echt lasagne, als ik heel eerlijk ben. Zo zag het er wel uit in de verpakking. Maar als je het eenmaal hebt bereid, dan is het gewoon ratatouille. Ja, ik ga er toch echt even wat parmezaanse baas overheen doen. Beetje, nou ja, plakkerig ook wel. Een beetje, klein beetje plakkerig trouwens. Ja, jammer man. Ik had hier absoluut vegan gehakt doorheen gedaan van de vegetarische slager of gewoon van het eigen merk. Lasagnebladen. En dan wel dit allemaal, courgette en zie ik paprika volgens mij, wortel en zo. Zou ik hem nog een keer kopen? Ik denk het wel. Als je zo'n dag hebt waarop je echt niet aan koken toekomt en je om 7:30 radeloos in de supermarkt staat van wat ga ik eten en wat snel op tafel staat. Dan zou ik het kopen. Maar ik zou het niet kopen omdat ik het zo super lekker vind of zo. Ik ga dit wel helemaal opeten natuurlijk. En daarna ga ik mijn toetje eten. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. De Netflix en Chilled van Ben & Jerry's. Trek in. Maar eerst mijn bord leeg eten. Het is de hoogste tijd om deze nieuwe vegan Ben & Jerry's te proberen. De Netflix en Chilled. Pindakaasijs gemaakt met amandel. Met zoete en zoute pretzelsaus. En stukken cake met chocoladesmaak. Klinkt goddelijk. En ik heb dit bakje ook erbij gekregen met een bijpassende lepel. Lekker. Ja, kan ook niet anders. Ik heb nog nooit een smaak van Ben & Jerry's geproefd die ik niet lekker vond. Echt niet. Goeie smaak. Pindakaas. Stukken brownies. Ik wist wel dat ik dit lekker zou gaan vinden. En ook hier vind ik het fijn dat je niet echt door hebt dat je vegan ijs zit te eten. Ik heb ook wel eens vegan ijs geproefd. Dat was echt niet lekker. Want dan proefde je echt gewoon heel duidelijk een soja smaak of zo. En dit is gewoon Ben & Jerry's. Love it. Ik ga nu ook Netflix en chill. Alhoewel, ik denk BNN en chill. Want ik ben echt helemaal weer verslaafd aan First Dates. Dat programma. Dat vind ik zo leuk op BNN. En dan komt er straks ook nog een donut aan. Dit zijn ze. Dit is de zebra donut. Ik heb hem natuurlijk doormidden gesneden. Dus dat is de helft. En dit is de speculoos donut. En die heeft een soort vulling. Oh man. Heerlijk. Een soort crunchy nougatine bovenop. En de speculoos. Speculoos heeft een vulling. En wat precies weet ik niet. Een soort custardachtige vulling. Ik denk dat ik die zebra het lekkerst vind. Ik vind ze allebei heel erg lekker. Ik krijg van mij allebei een 10. Want ze zijn vegan. Ze zijn maar 75 cent per stuk. Kan ze gewoon bij Albert Heijn kopen. Ze zijn gewoon hartstikke lekker. Dus ik zie echt geen nadelen hieraan. Het is echt alleen maar lof. Ik ga hier heel erg hard van genieten nu. En lekker achterover op de bank met een goede serie.
jullie morgen weer. Want dan ga ik die pepperoni uitproberen en die worstjes. En die ontbijtkoek ga ik morgenochtend proberen. Ja, leuk al die nieuwe dingen uitproberen. Tot morgen. Inmiddels is het zaterdag en ik ga weer wat proeven. Ik ga beginnen met de notenontbijtkoek van Albert Heijn van de bakkerijafdeling. En ik heb een plakje afgesneden en je ziet het bovenop zitten wat noten. Het valt me best wel tegen hoeveel noten erin zitten. Zoals je kunt zien echt, ik zie twee stukjes. De andere kant is niet veel anders. Dat valt een beetje tegen. Maar ja, ik ga gewoon proberen. Prima ontbijtkoek. Ik vind hem heel lekker, want meestal is verpakte ontbijtkoek heel erg compact. En dit is echt heel luchtig. Niet zo zwaar. Als je mij een blinddoek om zou doen, je zou zeggen dit is notenontbijtkoek, zou ik het niet direct zeggen. Ja, alleen aan de bovenkant. Maar het is wel echt heel lekker. Ruikt ook lekker. Ja, ik vind het lekkerder dan verpakte ontbijtkoek. Dus dat zeker weten. Tijd voor lunch. En dat bestaat uit de tortilla wrap pizza die ik ga maken. Met deze vegan pepperoni van Korn. Ik heb al een plakje geproefd. Ik ga je het laten zien. Er zitten echt wel behoorlijk veel plakjes in. En zo ziet het eruit. Ruikt echt heel goed. Ik vind het ook echt heel lekker. Ik heb het net al dus geproefd. Er zit cayennepeper in. Dus het is echt wel spicy. Ik weet alleen niet hoe het zich in de oven gaat gedragen. En mijn ervaring met vegan worst in de oven op pizza is dat het altijd super droog wordt. Dus ik ga even twee wat kleinere pizza's maken. En dan heb ik bij de ene de plakjes erop gedaan met zelfgemaakte vegan mozzarella, tomaat en geraspte mozzarella van Violife. En deze ga ik eerst bakken. En in de laatste minuut de pepperoni meebakken. Want ik heb echt zo'n gevoel dat dit echt heel droog gaat worden. Maar who knows, dus ze gaan nu de oven in. En dan de worstjes van Plus. Tot nu toe valt het een beetje tegen. Het is namelijk heel moeilijk om ze rond te bakken. Omdat ze zo zacht zijn, vallen ze een beetje vierkant uit. Dus dan krijg je dit als worstje. Het is meer een soort visstick vorm. Maar ja, dat weet natuurlijk niet hoe het gaat smaken. Maar qua looks is het niet echt worst, zeg maar. Ik heb nu een stukje afgesneden. En de binnenkant ziet er wel echt uit als worst. Ik ben heel benieuwd. Ik ga even een hapje nemen. Oh, ik ben heel erg verrast. Dat had ik niet verwacht. Echt heel erg lekker. Het lijkt een beetje op braadworst. Qua structuur, qua smaak vind ik. Ik heb er nog eentje gepakt. Zo ziet het er dus uit. Kijk door de looks heen. Het ziet er gewoon een beetje raar ook uit in de verpakking. En als je het in de pan legt, ja, dan valt het een beetje uit elkaar. Het is echt nog niet stevig van structuur. Maar dat wordt het dus tijdens het bakken wel. Heel erg lekker. Volgens mij is het ook super lekker als borrelhapje. In stukjes gesneden. Een beetje mosterd. Zo. Ik krijg voor mijn 10. Maar ja, nee. Ik zit een beetje denken aan hoe het in de verpakking erbij ligt. Maar uiteindelijk heeft dit als dit resultaat. Dus blijkbaar moet het zo zijn. Het krijgt gewoon een 10 van mij. Ja, ik krijg een 10. De prijs is ook prima. €2,99. Ja, een 10. Ik was heel eventjes de tijd vergeten van de oven. Dus hier is die een klein beetje verbrand. Maar verder ziet het er gewoon goed uit. Dit is dus de versie die niet heel lang in de oven is geweest. En deze heeft de hele tijd in de oven gezeten met de plakjes. En die voelen inderdaad ook wat harder, maar ze zien er wel hetzelfde uit. Dus ik ga gewoon even het plakje proberen met kaas. Hij is niet uitgedroogd, waar ik bang voor was. Maar je kan hem rustig meebakken. Echt heel lekker. Ja, pepperoni helemaal goed gekeurd. En Violife geraspte kaas is mijn ervaring dat als je het ergens bovenop doet, bijvoorbeeld op een ovenschotel, dat het niet echt super mooi smelt. Maar doe je het ergens onder, dus hier op de pizza, op de saus, dan smelt het echt heel goed. Kijk hoe goed het gesmolten is. Dit is toch net een echte pepperoni pizza. Geslaagde vegan in de supermarkt editie deze keer. Donuts en net die heerlijke worstjes. Ik ga mijn pizza verder opeten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!